Ja, Jurjan, inmiddels 3 wedstrijden gespeeld tegen Duitse tegenstanders. Wel blij met de tegenstanders, denk ik. Ja, zeker. Absoluut. Als je kijkt waar de ploegen waar we tegen hebben gespeeld, hoe ver die al zijn. Hè? Die zijn allemaal 1 of 2 weken langer in de voorbereiding. We hebben allemaal meer wedstrijden gespeeld. Tegenstander van dinsdag die had er al 7 gespeeld, meende ik. Tegenstander van vandaag, dit was hun 7e wedstrijd. Tegenstander van vandaag was hun laatste test voordat zij volgende week beginnen met de competitie. Dus je wordt niet alleen tactisch uitgedaagd door deze ploegen, maar ook gewoon fysiek. Dus het zijn gewoon hartstikke goede wedstrijden voor ons in de voorbereiding om uiteindelijk beter te worden, fitter te worden. Nou, en dat zie je vandaag ook wel en dat is logisch. Op een gegeven moment in de tweede helft gaat het tempo wel een stuk naar beneden. Maar het heeft ook gewoon met fitheid te maken. Hè. Wij sluiten nou de derde week sluiten we nu af. En deze ploeg sluit de 7e week volgens mij af. Dus daar zit het verschil. En dat is hartstikke mooi. Dus je wordt echt uitgedaagd. Dus blij mee. Ja, en toch in mijn ogen denk ik van als ik naar de eerste helft kijk. Van eigenlijk is Excelsior 31 ook al ver. Nee, ja, ik kan nog heel veel beter. Ik heb een beetje, als het goed is, dan is het nooit goed genoeg. Kan altijd beter. Maar ik moet zeggen dat we wederom wel een hele aardige wedstrijd hebben gespeeld. Hè. Waar we het van de week ook over hebben gehad met elkaar en met beelden. En in trainingen hebben we besproken, hè, de ruimtes in de as bespelen. Moet ik zeggen dat we dat vandaag heel erg goed deden. En er zat muziek in, er zat goed voetbal in. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om naar te kijken. En natuurlijk in die 3 wedstrijden heb je ook leermomenten voor jezelf. Dat je denkt van ja, dit moet toch anders. En daar zijn die oefenwedstrijden ook voor. Tuurlijk. Dat is wat ik zeg. Hè. Alles kan altijd beter. Maar ik moet zeggen dat we op de goede weg zijn. En dat het mooi is wat die jongens laten zien. Ja, wat wel jammer is, dinsdagavond Maneschijn geblesseerd, nu Stijn geblesseerd. Hoe zien die blessures eruit? Ja, Patrick heeft afgelopen vrijdag MRI gehad. Je krijgt maandag de uitslag. Hè, dus het is mooi dat er ook goed en snel geschakeld is vanuit onze medische staf. En dat ook kon. Dus dat is even afwachten. Maandag weten we weer. Nou ja, en Stijn is inderdaad vandaag uitgevallen. Hè, misschien op het oog zwaar. Net even geweest. Ja, moeten we even afwachten. Testjes en zo komen er allemaal goed uit. Dus dat is even afwachten hoe dat met Stijn gaat. Dat zijn eigenlijk dingen die je er niet bij kan gebruiken. Maar dat gebeurt altijd bij elke club, toch? Natuurlijk. Ja, je hebt altijd te maken met blessures. Dat is wat het is. En we hebben een goede groep. De jongens die vullen het allemaal prima in. Een aantal jongens die al 90 minuten moeten spelen om de aantallen. Nou, als je ook kijkt naar de aantallen, de eerste 2 weken hebben we een aantal jongens ook vanuit de jeugd erbij gehad. Met Estra, Tom Slagman, Milan, Daan en Jaël. De eerste 2 weken meetrainen, ook voor de aantallen. Ook al eens eerder benoemd, ook voor hun om beter te worden, om te kijken, om te leren. En uiteindelijk Milan, Borkent en Jaël hebben ook alweer 3 wedstrijden met het eerste gespeeld. Hebben volledig meegetraind. Dus dat is mooi voor de jongens, mooi voor de club. Aan het begin van de voorbereiding, of in de vakantie eigenlijk moet ik zeggen, heb ik de TC gebeld. En er moet een aantal jongens bij. En ik, die jonge jongens die ken ik ook vanuit de talentengroep. Dus ik heb aangegeven welke jongens er ik erbij wil hebben. En die kunnen hartstikke mooi mee. En dat is ook mooi om te zien dat die gasten oppakken en daarmee aan de slag gaan. Dus al met al prima. Nou, hartstikke mooi. Dinsdagavond weer tegen Emmen onder de 19 of onder de 23? Voor mij is het onder 23, jong Emmen. Dus, is ook weer een leuke tegenstander voor jullie. Ja, zeker. Hè. Die zullen voetbaltechnisch ook wel van een heel aardig niveau zijn. Dus dat is mooi. En kijken we ook zeker weer naar uit. Dus al met al een goede voorbereiding tot nu toe. En op naar een vast team straks. Maar daar ben je nog niet mee bezig. Nee, ja. Iedereen speelt nu. Dit was onze derde wedstrijd pas. En natuurlijk ga je op een gegeven moment naar een bepaalde samenstelling. Dat zal moeten blijken. Nog tijd voor. We hebben nog genoeg tijd voor. En nogmaals, we doen het prima met elkaar samen. En beter worden, fitter worden, nog fitter worden. En uiteindelijk naar de competitie toe werken. Dankjewel, nog goed weekend. Dankjewel, goed weekend.